Yo, de gasten, het is zondag, dus het is tijd voor een nieuwe Banjo Movie. Deze week is er niet echt een Banjo Movie zoals je van mij gewend bent, zoals vorige week 25 dingen die ik haat aan het leven, of afgelopen woensdag de bonusvideo met Thomas. Er is geen Banjo Movie vanwege Tube Day 2014. Tube Day 2014 is namelijk aankomende woensdag van 7 tot 8 te zien op Banjo Movies. Tube Day is een hele grote livestream van de Benelux YouTube community, gratis voor de YouTube community. Bam, hoe ideaal is dat? De stream is te bekijken op Banjo Movies, maar dat betekent niet dat ik in mijn eentje het gaat doen. Nee, er zijn heel veel mensen bij! Als co-presentator hebben we bijvoorbeeld Dylan Hagens en Matt van Realiteit Tijd. Voor de rest hebben we bekende YouTubers als Kelvin van de Kelvlog, Peter van Cinemates, Diana van Die is voor Dazzle, Rutger van Furtje, Serena van Beautylab. We hebben Teske de Schepper, Frances van Fruitgloss, Thomas van Teumes en natuurlijk David van Dus David Games. Nu ga ik weer normaal praten. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk ook bij dus we hebben bijvoorbeeld Ruben van der Meer, Arie Kobe, Alex Ploeg en Wilco van Dijk. Die is zo bekend dat ik even moest nadenken over hoe die heet. Zo bekend is hij, Wilco van Dijk. De afgelopen week ben ik dus heel druk bezig geweest met YouTube. Deze dat jullie woensdag een dik uur vette shit kunnen zien op Banjo Movies. Daarnaast ben ik direct ook heel eerlijk tegen jullie als ik zeg dat ik heel veel Big Bang Theory, Community en ik heb alle 8 delen van Harry Potter gekeken. Zo druk ben ik met Tube Day. Ik ga naar huis. Ik ben al thuis. Ik moet zeggen, Big Bang Theory is leuk. Community vind ik geweldig. Maar Harry Potter snap ik gewoon niet. Aan het einde van elke film is er een bad guy die uitgebreid aan Harry Potter gaat vertellen dat hij werkt voor Voldemort. Terwijl Harry Potter die bad guy volledig vertrouwt. Daarnaast denk ik ook dat Draco Hero een zoon van Geert Wilders kan zijn. En heel eerlijk even tussen ons gewoon als mensen. Ik snap niet dat Harry Potter nooit en te nimmer op Hermeline is gedoken. Kom op, je hebt 8 films de tijd. Uiteindelijk wordt Voldemort ook nog een keer vermoord door Marcel Lubbermans die de slang kapot slaat met een of ander zwaard. Geweldig, ik snap het niet en ik wil het niet snappen en ik ga het ook niet snappen waarom Marcel nou Voldemort moest vermoorden. Geloof mij, over Harry Potter kan ik 1 losse video maken van alles waarvan ik denk, Harry, hoe kun je? Nu ik toch bezig ben over Harry Potter kan ik net zo goed een paar redenen vertellen waarom ik denk dat leven in het Harry Potter universum best wel kut zou zijn. Allereerst de service die je krijgt in winkels. Het is nooit vriendelijk, helemaal in die vervloekte bank van Harry Potter. Is het niet vriendelijk? Sterker nog, in een bank wil ik veilig mijn geld kunnen wegzetten. Maar in Harry Potter wordt die bank altijd geplunderd. Iedereen kan naar binnen. En godverdomme, in het laatste deel gaan een paar tieners een fucking draak uit de bank laten opstijgen. Zodat die hele bank naar de tering gaat. In Harry Potter kan je niet goed geld beleggen. Reden 2! Het is moeilijk om naar die vervloekte kutschool te komen. Op mijn telefoon zie ik staan dat een enkeltje Londen zo'n 70, 80 euro zou zijn. Dat is toch best wel te betalen eigenlijk. Maar dan moet je wel door perron 9, 3 kwart kunnen lopen. En aangezien ik overal en altijd te laat ben, ik bedoel jullie weten dat net zo goed als mij, zou ik met mijn bakkes tegen die muur knallen. Want als je te laat bent voor de Zwijnstein Express, dan knal je met je bakkes tegen die muur aan. Nou, dan ga ik dus naar huis met een gebroken neus. Leuk! Reden 3! Er is nergens privacy op die hele fucking school. Stel je bent verliefd op een meisje en je wil met dat meisje gekke dingetjes gaan doen. Dan kan je wel naar je slaapkamer gaan, maar daar zitten al je klasgenoten. Op de school zelf zweven allemaal spoken rond. Op het binnenplein van die school dan loopt altijd Severus Snape rond, dus je bent altijd de lul. Buiten de school zit Hagrid om je terug naar school te sturen. Zo ver buiten de school zit zelfs een eng donker bos waar geen enkele student mag komen of je wordt bloeddorstig vermoord. Natuurlijk heb je dan nog 1 optie, het wc-hokje, want daar kan je dan lekker samen fozen. Nee! Daar zit namelijk die geest van die ene chick met die bril die helemaal koekoe is. Je hebt geen privacy op Zwijnstein. Reden 4. De lessen die hun daar geven zijn totaal overbodig. Je krijgt echt rare lessen, maar je krijgt geen Nederlands. Natuurlijk krijg je geen Nederlands in Harry Potter. Kom op, het is een Engelse film. Je krijgt bijvoorbeeld geen Engels, wiskunde, biologie of wat dan ook. Reden 5. In bijna elke Harry Potter film gebruiken ze wel een potion of een drankje of wat dan ook om mensen verliefd op elkaar te maken. Het wordt niet permanent, maar het is wel voor ongeveer een dag of zo of een uurtje. Dat betekent dat je geen GHB hoeft te maken in Harry Potter. Je hoeft alleen dat drankje te geven aan elkaar en je kan... Het rare is dat zelfs Severus Snape, een van de hoge professoren op de school, sterker nog, hij wordt later directeur van de school, zelfs hij gebruikt potions op bijvoorbeeld Harry Potter. Wauw. Ik kan wel uren doorgaan over Harry Potter, maar dat zal ik nu niet doen. Mochten jullie toch willen dat ik doorga over Harry Potter, geef dan vooral een groen duimpje. Dan spreek ik af dat ik met 10.000 groene duimpjes een vlog maak over Harry Potter. Iets van 25 redenen waarom ik niet in Harry Potter wil leven? Ik weet het niet, ik noem ook maar wat. In de beschrijving zet ik ook een paar linkjes neer naar Tube Day. Like de Facebookpage of volg mij op Twitter. En dan kan je aankomende woensdag genieten van een uur lang zalig Tube Day genot. Deel deze video met al je vrienden. Geef dus vooral een groen duimpje, want met 10.000 groene duimpjes maak ik een volledige vlog over Harry Potter. Abonneer op mij kan je hier beneden doen. Dan blijf je altijd up-to-date met de gekke video's die ik verzin. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later!
Yo, wat up, gasten! Hi, mensen! Ik ben hier vandaag met... Bardo? Ja, Thomas. Oh, dat ben ik. Wij gaan een fotoboef challenge doen. De fotoboef challenge is een challenge waarbij mensen elkaar aan het lachen proberen te maken. Je gezicht gaat vervormen door het programmaatje fotoboef. En dat is grappig. Oké, dat was de intro.